Welkom bij de uitleg over het huiswerkplanningsschema. Stel je voor, we zijn vandaag op vrijdag en wij willen ons huiswerk plannen. En wij hebben bijvoorbeeld voor natuurkunde, NASC, een toets opgekregen voor de vrijdag erna. Die toets kun je in je huiswerkplanning neerzetten. Nou, we moeten een week later zijn, dus dan komt de toetsplanning hier te staan. NS proefwerk hoofdstuk 1. Daar komt hij te staan. Dit is een toets, dus daarom schrijf ik hem onderop. En ik markeer hem met de rode stift. Nu ga ik hem plannen, want ik weet namelijk een week van tevoren. Dan kan ik hem mooi in kleine stukjes verdelen. Hoe ga ik dat doen? Nou, bijvoorbeeld, ik ga op zaterdag een NASC plannen en dan paragraaf 1. Op zondag doe ik NASC en dan paragraaf 2. En op maandag doe ik dan NASC en paragraaf 3. En op dinsdag doe ik NASC en paragraaf 4. Dan heb ik nog 2 dagen over om te herhalen. Dus hier ga ik oefenen van NASC. En hier ga ik nog de laatste dingen herhalen voor NASC. Dus nu heb je voor in 6 blokjes je hele toets gepland. Per blokje hoef je niet meer dan 15 minuten te besteden. Maar wat moet je nou met de rest van je huiswerk? Nou, per dag kun je nu je huiswerk erbij zetten. Stel je voor, je hebt nog meer huiswerk gekregen. Dus bijvoorbeeld op maandag krijg je voor dinsdag huiswerk, bijvoorbeeld Nederlands. Dan kan je dat er gewoon bij zetten, Nederlands. Maar je hebt ook wiskundesommen gekregen, wiskunde. En je krijgt nog meer op, want je hebt namelijk ook nog Engels gekregen. Het is een drukke dag. Nou, op dat moment kun je deze dingen dus gewoon plannen. Heb je nou iets af, dan kun je gewoon je stift er weer bij pakken, maar dan de groene stift. En dan zeg je, oké, ik heb een kwartiertje NASC paragraaf 4 gedaan. Daarna heb ik Nederlands gedaan. Dat is ook af. Wiskundesom heb ik af. Dat is deze. En Engels heb ik af. En zo kun je dus je schema gebruiken om aan te geven wat zijn de stukken die we erin gepland hebben en de onderdelen die we af hebben. Heb je nou meerdere toetsen, dan komen die meerdere toetsen dus ook weer allemaal daaronderin terecht. Dus er is een toets bijgekomen, dan zet je die weer op de plekken daarbij en ga je ook die erbij plannen. Per blokje niet meer dan een kwartiertje. Niet meer dan een kwartiertje aan je werk besteden. En zo kan je namelijk de beste resultaten krijgen. Succes met je huiswerkplanning! Dankjewel!